Toen ik letterlijk 2 keer Ranking the Stars had gedaan en 3 keer Ik hou van Holland, toen dacht ik, nou, nu is het cirkeltje wel rond. Bombeleed maakt televisie voor merken. Ron, je denkt dat wij daar wel een 1-2'tje over kunnen doen. Ja. In alles en iedereen, in elk product, in elk merk zit een verhaal. Mijn droom is eigenlijk om ook voor Bombeleed in Amerika dingen te gaan doen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Dan zie je mij niet, maar dan hoor je mij nu. Bij mij te gast Stacey Rookhuizen. Dag Stacey. Hi, Ronnie. Wij zaten net even te kletsen wanneer we elkaar... Ik heb jou eerder geïnterviewd, maar toen was je echt 12 of zo, volgens mij. Min 12. Ja, toen was dat 2005 of zo, hè? Zoiets. Toen had je een platenlabel. Toen was je echt zo'n hele... Toen was ik presentator op Het Gesprek. Wie kent het niet? Dat was de... Dat was een hele zender, toch? Waar mensen alleen maar aan het ouwe hoeren waren. Ja, het gesprek. Dat was een zender met alleen maar gesprekken. En ik mocht daar ook op presenteren. En ik had een mediaprogramma, dat heette Pitch Talk. En daar was jij het gast. Ik weet het nog heel goed. Ja, ik kan me alleen het beeld niet meer. Het is niet meer te zien online, gelukkig. Heb je het opgezocht? Ja, ik heb het gevonden. Ik kon vonden wel een foto. Ik zou het wel willen terugzien. Nou, als je onze twee namen googelt en met Het Gesprek, dan vind je nog wel een foto van jou. Dat je aan die tafel of aan stoelen, whatever, in die studio zit. Maar het beeld is volgens mij... alle video's zijn offline gehaald. Misschien ook maar goed. Ja, dus toen dacht ik... tijd om een update te doen. Wat heb je al die tijd gedaan, zeg maar? Sinds 1984? Ja. Nee. Want toen had je platenlabel. Was je net 20 of zo, of toen net onder zelfs? Ja, ik was 16. Toen begon ik steeds een record, het platenlabel... om onbekend Nederlands talent een podium te bieden. Ja. Met muziek dus, heel veel muziek. Dutch Delight was een soort ook een talentenplatform met heel veel concerten door het land. Ja. Toen mocht het nog. Ja. En wat heb ik daarna gedaan? Oh, ja. Ben je bekende Nederlander Toen ben ik een bekende Nederlander. Dat is ook een vak apart. Ja. BN'er geworden. Ja, ja, dat is ook een hele ervaring. Hoe is dat? Ja, dat is wel grappig. Ik heb het altijd willen worden. Hè, nou. Om een keer dus vertel eens, is het leuk? Ja, het is heel leuk. En ik ben het geweest voor 5 jaar ongeveer, 5, 6 jaar. X-Factor of zo, ja, was het? X-Factor. Ja, zo'n talentending. Een paar seizoenen gejureerd bij X-Factor en dingen gepresenteerd, RTL 5. En toen ik letterlijk 2 keer Ranking the Stars had gedaan en 3 keer Ik hou van Holland, toen dacht ik, nou, nu is het cirkeltje wel rond. En Playboy. Toen dacht ik, heb nou, je Playboy gedaan? Ja, heb ik ook gedaan. Heb je dat gemist? Ja, nee, heb je die niet boven hangen? Nee. Nee, maar... Serieus? Ja, nee. Dat, dus... dat is voor het geld gewoon ook. Ja, keihard. Hoeveel krijg je daarvoor? Of mag je dat contractueel niet zeggen? Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar dat kun je toch wel doen? Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, maar... Is dat niet verjaard? Ja, dat is sowieso verjaard. Dat was ook voor de coronakilo's. Maar is dat zeg maar een jaarinkomen of een maandinkomen? Voor veel mensen een jaarinkomen. Ja. Voor veel mensen een jaarinkomen. Maar anyway, laten we het vooruitkijken, ja, ja, ja. Ronnie. Nee, maar luister. Was het bekende Nederlandschap, is, als je daarop terugkijkt, is dat, wat heeft het je gebracht? Heel veel ervaring. Heel veel lol. Ja, ik heb best wel in een raar circus gezeten. Ik was 21 toen ik als jurylid aan de slag ging bij X-Factor. Hm. Heb je er nu nog wat aan? Ja, ook met mijn huidige werk merk ik gewoon... Ik kan er omheen lullen, maar het deurtje gaat wel iets makkelijker open als ze je naam herkennen. Ze weten vaak niet meer waarvan. Maar ze de Rookhuizen, wat was dat ook alweer? Ja. Dus dat helpt natuurlijk wel een beetje. Ja. Ja, en gezien ik die jaren in de tv-wereld heb gezeten, voor de schermen, al die ervaring die ik daar heb opgedaan, heb ik meegenomen naar mijn huidige onderneming. Dus ja, zonder die ervaring voor de schermen, zonder het BN'ertje spelen voor 5 jaar, had ik dit niet op deze manier kunnen bouwen, denk ik. En wat heb je gebouwd? Vertel. Ik heb Bombeleed gebouwd. Waar staat Bombeleed voor? Bombeleed betekent buzzing, like a bombelading bee. Zzz, die, weet je wel. Ja, dat is irritant. Nee, buzzing is goed, Ronnie. Oh, okay. Je wil dat content, want dat maak ik, buzzing is op de een of andere manier. Nou, zo creatief was ik 5 jaar geleden toen ik met die naam begon. Uh-huh. Maar ik vond het gewoon een vet woord. Bombeleed bestaat nu 5 jaar bijna. En is dat een, met alle respect letterlijk, is het een eenpitter ding? Of heb je echt kantoren, mensen in dienst en zo? Of doe je het allemaal zelf? Ik doe veel zelf. Ja? En ik heb 2 hele stoere meiden die producties draaien. Ja. En dat is het eigenlijk. Dus het is bewust ook een heel klein bedrijf.
Want ja, dat vind ik fijn. En wat ben je dan? Want je produceert, maar je bent ook een soort. Je doet ook bureauachtige dingen. In de zin van concepten. En want je werkt echt letterlijk voor opdrachtgevers. Of werk je ook voor bureaus en of? Nee, ik werk wel direct voor adverteerders. Dus heel kort gezegd, Bombeleed maakt televisie voor merken. Ja, en dan, sponsord. Zoals ik ook voor gedeelte doe. Ja. Even voor duidelijkheid, jij niet. Hè? Jij zit hier gewoon gratis. Jij betaalt helemaal niks. Ik neem aan dat jij mij gewoon... mijn neus. Nee, dit is redactionele content. Oh ja, tuurlijk. Oh ja, zo doe ik het ook altijd. Nee, maar serieus, zo zeg je wel wat, Ronnie. Want daar sla je de spijker op de spreekwoordelijke kop. Want dat doet Bombeleed ook. Wij maken redactionele content. Wij maken geen commercials. Alhoewel ze af en toe wel in commerciële zendtijd op de Nederlandse tv-zenders te zien zijn. Die 25 seconden. Ja. Maar we maken geen commercials. Dus dat wil ik wel heel erg duidelijk zeggen. We maken entertainment. En waarom ben je dit begonnen? Want je kan ook zeggen van nou ja, er is natuurlijk heel veel al op dit vlak. Qua bureaus, qua producenten, qua... Hoe kom je erbij om dit te gaan starten? Wat voeg je toe? Ik maak tv en geen reclame. Er zijn natuurlijk alleen in Amsterdam al 20.000 videoproductiehuizen. Ja. Dus ja, wat kom ik nog doen? Ja. Maar ik kom echt met mijn ervaring uit de tv-wereld binnengehuppeld. Dus het is daarin onderscheid ik me. Dus ik denk als een tv-maker, niet als een reclamemaker. En dat zie je in de manier van denken, maar ook in de budgetten. TV is over het algemeen een stuk voordeliger dan reclame. Ik las ergens dat je 200 keer goedkoper bent. Tenminste, dat was een of andere quote van je. Oh, maar in ieder geval een stuk misschien niet meer hoor. Dat was voor corona. Maar klassiek televisie maken is best kostbaar. Ja, maar tenzij je heel veel zelf doet. En Ronnie, ik denk dat wij daar wel een 1-2'tje over kunnen doen. Ja. Want volgens mij doe je hier in je studio ook heel veel zelf. Ja. En dat scheelt gewoon enorm. Maar hoe ben ik erop gekomen? Ik werkte dus eerst voor de schermen als jurylid. En presentatrice. En toen belandde ik eigenlijk achter de schermen als programmaontwikkelaar. Dus ik ging tv-programma's ontwikkelen. Echt from scratch. Denken in diverse genres. Van gameshows, quizzen, survival shows, do-it-yourself programma, muziekprogramma. Echt format denken. Zeg maar. Echt formats ontwikkelen. Onder andere voor Talpa. Mm-hmm. En dat was helemaal te gek. Alleen ik ben sinds mijn 16e zelfstandig. En ja, dat... Dat ben ik altijd wel geweest. Ja, daarom, gewoon, je bent toch die pain in the ass die het gewoon op de eigen manier doet. Ik las ook ergens van, ik doe maar wat of zo. Een beetje dat. Je hebt een soort nonchalance over je van ja, fuck iedereen, ik doe gewoon mijn ding. Ik doe wat ik leuk vind en ik denk dat daar een stap ligt, dat heel belangrijk is. Maar ik merkte gewoon dat het ontwikkelen van tv-programma's, dus denken binnen die ouderwetse tv-genres, vond ik heel tof. Mm-hmm. En tegelijkertijd zit ik natuurlijk ook op social media en zie ik merken voorbij komen die ik zelf te gek vind. Dat kan schoenenmerken zijn, automerken, PlayStation dingen, weet ik veel. Merken die ik zelf cool vind, die volg ik. En ik zie dan heel veel dure content voorbij komen. Yeah. Echt supermooie drone shots en supermooi geregisseerde. Maar er zit heel vaak... zo weinig emotie in. Er zit of een verhaal ontbreekt of überhaupt. Je kan er heel veel stempels op plakken, maar er zit geen entertainment in. Maar is het niet lastig omdat de afzenders die ook misschien niet hebben, zeg maar, verhalen? Nee, er zit altijd over een verhaal. En dat zou jij moeten weten, ja. Ja, dus zelfs als we het over een stoomoven van AEG hebben... Word jij helemaal laaiend. Dan kan ik daar wel een verhaal omheen maken, als het er nog niet is. Nee, in alles en iedereen, in elk product, in elk merk zit een verhaal. En mijn taak is om dat verhaal zo neer te zetten en zo te regisseren. Het is een format te ontwikkelen, dat zo te produceren en te regisseren... Dat je daar op de een of andere manier een emotie in te zien krijgt. Dus doe ze concreet een paar cases of zo? Doe ze een voorbeeld van projecten die je gedaan hebt of die je nu aan het doen bent? Of waarvan je zegt van nou, dat staat wel symbool voor het werk wat ik maak? Nou, we doen wel veel. Echt sowieso ben ik best wel, voor zover dat mag in Nederland, trots op het lijstje klanten. Dus het zijn wel, ondanks dat Bombeleed een klein bureau is, zijn het hele mooie merken. Van Beemster Kaas, Schiphol. Deliveroo veel voor gedaan. Greets is eigenlijk mijn allerliefste klant en mijn beste klant. En alleen in afname al, want ze hebben nu volgens mij ruim 62 afleveringen van een vlog online staan. Dus dat is al 3 jaar content. En Bombeleed maakt de volledige merkcampagnes voor dat merk. En ja, dus dat zijn gewoon de tv-spots. Dus dat is ook gewoon above the line wat je dan doet. Dan pak je eigenlijk alle bureauwerk op van ze. Ja, dus dat zijn tv-commercials, radiocommercials, print, digital out of home en online. En dat is dus super breed. En je vraagt je van wat is dan emotie, tv en wat zit daarin? Het belangrijkste van Bombeleed is gewoon dat alles wat je ziet is echt. Dus we scripten niks. Dus het zijn
nooit acteurs. Het zijn altijd echte mensen, echte verhalen, echte emoties. Zo simpel. Televisie en echt. Ik heb ooit Arie Boomsma geïnterviewd en die begon er ook over. Oh, ja? Precies van, ja, dat, ja, dan denk van dat zijn zulke tegenstrijdigheden aan de ene kant, vind ik. Nou, vind ik. Ja, ik snap wat je zegt hoor. Maar ik geloof dat in ieder geval alles wat Bombolet heeft geproduceerd is echt. Mm-hmm. Het is niet gescript. Dus mm-hmm. als wij met Greets, voorbeeld van Greets, bellen we bij mensen aan door het hele land. En die mensen weten niet dat we komen. En dat is ook echt. Dus dan bel je aan, ting niet dat de cameraman al binnen staat. Ja, maar de mensen zijn al gezenderd. Ja. Nee, we hebben ook al, ja, precies, dat snijshot. Ja, dus nee, die mensen weten echt niet dat we komen. Dus je kan dat niet faken. Mm. Die mensen die moeten in het geval van Greets moeten ze een kaartje voorlezen. Dat komt namens een dierbare. En die eerste emotie en die snik en die vaak ook een traan in 50 van de 62 afleveringen zit een traantje. Altijd goed. Ja, het is al, ik las je huilen. Nee, maar, nee, maar het zijn echte kleine menselijke verhaaltjes. En in het geval van de vlog voor Greets is dat, nou, echt met een vlogcamera gedraaid. We hebben een meisje gecast die dat vlogt, zeg maar. Maar voor jouw beeldvorming, ik sta dan achter de heg met een geluidssetje. Ja, zo werkt het. Ja, zo werkt het. Ja. En in het geval van de tv-campagne draaien we gewoon op Arie's mooie camera's. Ja. Met echt de beste cameramensen die we in Hilversum die huur daar gewoon in. Hebben rondlopen. Ja. Dus dat is Greets. Dus daar zoek ik heel erg naar het echte menselijke verhaal. En een ander voorbeeld van een case is, wat ik eigenlijk het leukste vind en waar ik me ook op wil focussen de komende jaren, is een full-length tv-productie. Voor een iets minder bekende naam, dus geen Greets, geen Schiphol, geen Deliveroo, maar ASP Adventure. Ken je dat, Ronnie? ASP? Ja. Nee. Maar die doen de Ardennen weekenden en zo. Nou, je zit. Nou ja, we gaan naar Limburg in dit geval, naar Valkenburg. Ja. Naar de Mergelgrot. Ja, precies. Daar. Dat is de grotten in en langs de. Ja, ja, ja. Ja, dus die exploiteren de grotten daar en kwamen op een gegeven moment bij mij terecht van wij willen ook wel iets met tv. En mm-hmm. toen hebben we een programma ontwikkeld en dat heet 72 uur ondergronds. Oh, je hebt iets overlezen, ja. Ja. En daarin gooien we 10 kinderen tussen de 12 en 15 jaar in die grotten. Die gaan abzeilen 40 meter onder de grond. Ja. En zolang zij in het spel zitten, blijven zij er ook onder de grond zitten. Dus het is een soort mini survival show van 10 kinderen. Maar dat komt gewoon op tv? Dat is uitgezonden bij RTL 4, RTL 8, Telekidsblok. En staat nog steeds op RTL XL en op Videoland. Dus is er nog een onderscheid te maken tussen produceren voor online of produceren voor tv? Nee. Buiten misschien wat duurdere camera's voor sommigen die dat dan willen. Je hebt geen andere camera's nodig, vind ik. Je werkt gewoon samen met merken om content te maken. Dus het is niet zo als in klassieke zin een tv-producent die maakt wat en een adverteerder mag dan misschien iets van sponsoring doen of sterker nog het liever in de commercial blocks reclame uitzenden. Jij maakt echt met merken, maak jij content. Ja, ja. Zo kan je het zien. En wat moeten merken dan niet doen en wel doen? Als jij, bedoel, wat kunnen merken die zoiets hebben van nou, dat wil ik ook wel, wat moeten ze dan leren? Dat gisteren kreeg ik een mooie quote door van Koen van der Tas, algemeen directeur van ASP Adventure, over onze samenwerking. Met de bevestiging dat we nog een seizoen mogen gaan maken. Dat is echt vet cool. Ja. Maar hij zei zoiets, Bommelet heeft mij geleerd dat het niet gaat om, dat het gaat om belevingscontent en de juiste benadering en niet om een advertentie. Mm. Weet je? Dus het gaat niet om. Dus je gebruikt eigenlijk entertainment om engagement te bereiken. Dus er zit wel een gedachte achter. Mm-hmm. Maar ik blijf altijd heel veel wacht van reclame, gescripte teksten. Ja, we maken content direct voor merken. Maar ik ben altijd van zo weinig mogelijk of liever geen logo's, geen reclameteksten, geen over. Je maakt echt een andere manier van. Maar uiteindelijk wil adverteren wel. Die adverteerder gaat niet. Het is geen contentproducent. Dus hij maakt niet content om de content. Dus uiteindelijk wil hij gewoon wel iets ervoor terug, toch? Ja, sales misschien. Ja, bijvoorbeeld. Boekingen in het geval van ASP. Ja. Ja, en de grap is dat automatisch werkt. Mm. Want ik kan wel mijn dingen roepen. Van nou, Ronnie, weet je wat je moet doen? Je moet niet scripten, je moet geen reclame maken, je moet tv maken. Maar gelukkig zijn er dan bedrijven als Greets die voor andere bedrijven inhuren. In dat geval is het heel mooi bureau in Amsterdam. De validators die alles checken qua hoe mensen reageren op de content, hoe het gewaardeerd wordt, welke spotjes wel werken, welke minder, waar we kunnen optimaliseren. Dat zijn enorme rapporten. Maar ik kan hem hier met liefde toesturen, maar de conclusie is dat het werkt als een tiet.
En hetzelfde voor ASP Adventure. We maken een survival show dat zich afspeelt in de grotten. En het enige wat kinderen denken terwijl ze kijken op Videoland of RTL XL, ik wil dat ook. Ja. En als je de statistieken ziet van de website bezoeken of de statistieken ziet überhaupt van de omzet van ondanks corona dit jaar, dan snap ik wel dat ze nog een seizoen willen. Ga je groeien en zo? Ga je straks kantoor huren of iets? Ja, ik heb een mooi kantoortje. En, maar wil je groeien? Ik wil groeien in producties. Ik wil betere producties neerzetten. Ik wil... Dan heb je het. Meer bereik met die producties creëren. Impact misschien wel. Meer impact. Ja. De full-length tv-serie die we nu hebben ontwikkeld en geproduceerd. Ja, dat smaakt naar meer. Dus ik zou meer echt full-length programma's willen gaan maken. Dus ik wil een Pomlet zal de komende jaren groeien in producties. In productiebudgetten, in productie, in bereik, in Maar niet zozeer in de organisatie. Je hebt niet zo'n behoefte om... Nee, ik wil helemaal geen bureau met 20 merken. Nee, dat je moet gaan managen en alles. Nee, ik hou van New York en ik wil af en toe gewoon kunnen zeggen... doe je allemaal, ik ga niet zo 3 maanden daar zitten. Want je hebt heel stoer, heb je ook Amps in New York. Ja, je hebt gewoon een nummer in New York ook. Ja, dat hebben we wel. Maar hoezo kom je daar zoveel? Ja, nu misschien even niet, maar wat heb je met New York? Nou, ik kom er al 15 jaar en voor corona heb ik echt 2 jaar moeten buffelen... om een werkvisum voor elkaar te krijgen. Want mijn droom is eigenlijk om ook voor Bombleed in Amerika dingen te gaan doen. Het zij voor Nederlandse klanten die ik hier al heb, voor Amerikaanse markt content maken. Of heel voorzichtig daar, want ik heb een netwerkje opgebouwd, iets van de grond krijgen. Maar ik ben ook realistisch. Maar ik kreeg letterlijk mijn visum binnen op 12 maart. Shit. Ja. Dus 2 jaar en heel veel geld. En hoe lang is het ding geldig? 3 jaar. Oh, we kunnen nog, ja. Ja, ik kan nog wel even. Maar anyway, ik wil geen mega... Dat zeg ik nu, hè, maar misschien praten we over 10 jaar nog een keer. Zitten we weer hier in deze mooie studio. Ja. Maar ik hou... Die vrijheid vind ik te gek. Ja. En Bombleed is leuk, omdat... Wat ik het leuk aan vind, is dat ik een hele taart mag bakken. Dus ik alle facetten van het proces. Alle facetten. En dat is het leukste wat er is. Dus ik bel letterlijk aan bij een klant... bij een adverteerder of via komen ze bij mij terecht. Dat is helemaal mooi, want daar sta je 1-0 voor. En dan kom ik aan tafel en dan pitch ik 2-3 ruwe format ideeën... binnen de genres van de televisiewetten. Mm-hmm. En met een beetje geluk zeggen ze, nou, dat willen we doen. Dan ga ik het produceren en dan heb ik echt een team van 2 mensen. Ik en nog 1 iemand. Met z'n 2 bouwen we dat hele programma from scratch. En dan draaien we het ook, dus we huren wel altijd... de beste camera licht geluid mensen in. En dat zijn dan, als het een survival show is, zoals in zoals 72 uur ondergronds, dan werken we bijvoorbeeld ook met de cameramensen van Expeditie Robinson. Want je snapt, die mensen weten hoe je dat moet registreren. En dan regisseer ik het ook. Doe net alsof ik weet hoe het moet. En dan, maar alles gaat op gevoel en intuïtie, zeg maar. Monteer je het ook zelf? En dan gaan we in de postproductie doen we het ook zelf. Dus gewoon een Adobe Premiere achter Mac. Nee, ik durf niet te zeggen, maar Final Cut Pro. Die heeft Final Cut Pro nog, ja? Ja, ik heb Final Cut Pro. Ah. Ja, mensen die lachen op me uit altijd. Vind je, ben je gewend? Ja, ik heb mezelf dat aangeleerd. En ik ben blij dat ik het programma begrijp. Ja. Dus ik edit zelf in Final Cut en... ik leg zelf de muziek eronder, dus ik mocht zelf ook mezelf sound dingen doen. Ik vind het veel. Maar, ik vind het zo leuk, want ik heb dat precies zelf. En er zijn heleboel mensen die snappen er helemaal geen reet van. Maar ik vind het juist, zeg maar, aan de ene kant dat strategisch denken en met klanten bezig zijn. En aan de andere kant lekker aan de knopjes drukken en gewoon lopen te editen. Maken, ik vind, iets creëren. Ja. Maar het leuke is, je bedenkt iets en je maakt het. En mijn ervaring is, in de afgelopen 5 jaar Bombleed... Ik heb iets bedacht en dan mag ik het maken en dan is het klaar. En dan is het precies zo hoe ik het bedacht had aan de voorkant. Nou, dat is gewoon echt heel... dat is echt te gek. Ja. Dat is echt leuk. Hey, tot slot, welke merken... Je zit hier nou toch? Wil je nog aan je klantenlijstje toevoegen? Als je nou mag zeggen van... joh, weet je, dat is een merk, daar wil ik nog wel wat moois mee doen. Wat voor soort merk misschien? Wil je misschien een politieke partij aanpakken? Nou, nee. Nee, dat is ook een merk. Nee, ik merk dat ik in de pretparkenhoek vind ik leuk. Pretparkenhoek? Ja, ik heb wel wat gesprekken lopen al hier en daar, maar ik merk... De Efteling? Bijvoorbeeld, of een beetje in die hoek, denk ik. Omdat het in de beleving hoek zit? Omdat het, ik vind tieners ook heel leuk en kinderen. Ja. En omdat ik gewoon letterlijk een zaak kan presenteren van hoe het is om vanuit een pretpark gedachte, ASP Adventure is natuurlijk ook gewoon een soort pretpark onder de grond, wat het oplevert. Dus het is een keiharde case wat het doet in je bezoekersaantallen. Pretpark is toch lol? Is toch te gek? Ja, I know. Weet je, een duinrel of zo, dat zou ik ook wel helemaal te gek vinden. Ja. Wat je in zo'n zwembad kan ontwikkelen, kan een hele...
Dan heb je geen eiland à la Robinson voor nodig. We kunnen gewoon in dat zwembad al van alles doen. Wie heeft de langste adem? Weet je, maar ja, maak er wat van. .nl. Ja. Ja. Hey, dus eigenlijk ben jij wel lekker bezig, als ik het samenvat. Ik rol als een trein, joh. Ja? Ronnie. Ja, nee, het is wel... Heb jij wel eens, het is een hele off-topic dit hoor, maar heb jij wel eens, gaat het over het algemeen heel goed met jou, zeg maar? Jij komt best wel een soort van, ja, weet je, een soort van vrolijk over. Maar is het altijd zo? Of heb je ook wel eens tijden gehad dat je denkt van, wow, ben ik allemaal aan het doen en lastig? En welke route moet ik pakken? Ja, dat hebben we allemaal wel eens. Maar ik wilde zeggen, net als bevallen, maar ik heb geen kinderen. Maar ze zegt altijd, pijn vergeet je. Maar het is ook je moeilijke periode, vergeet je. Maar ik kan wel eerlijk zeggen dat de eerste... Nu gaat Bombeleed, sinds 2019 loopt het echt goed. Ja. Ik ben ontzettend blij. Maar de eerste 2-3 jaar Bombeleed waren niet makkelijk. Nee. Want ik probeer... Ja, ik was heel erg zoek. Ik wist gewoon dat ik iets goeds in mijn hoofd had... Content, merken hebben content nodig, want ze hebben de socials te volgen. Ze hebben steeds meer content nodig, ze moeten zichtbaar blijven. Ja. De consument, zeker een jongere doelgroep, verwacht kwaliteit. Ja. Ik zie soms A-merken voorbij komen, echt grote merken, met echt fluff content, dat je denkt, zet dan niks online. Mm-hmm. Dus merken hebben content nodig en dat wist ik 5 jaar geleden en gelukkig heb ik volgehouden. Want de eerste 2-3 jaar lukte het me echt bijna niet om iets te verkopen. Mm. Wel allemaal enthousiaste marketingmanagers en heel blije mensen, maar... Of er kwam een reclamebureau tussen zitten. En dan kan je het sowieso vergeten. Ja. Of ja, dat dan... Ja, dat was moeilijk. En de budgetten zijn overschoven. In 2017, 2016, als je dan ging... Ja, we hebben budget nodig. En dat gaat in content voor online gebruik zitten. Dan was dat lastig. Mm-hmm. En ik merk in de afgelopen 5 jaar... dat dat heel al hard, enorm, ja. enorm gegroeid is. Dus je kan er gewoon een boterham van eten? Ja, 2 met hagelslag. En pindakaas. Vind je dat lekker, ja? Ja, dat is wel een goed idee. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, dus ik vind het helemaal te gek wat ik aan het doen ben. Dus, ja. Dankjewel, Stacey. Nou, ik vond het heel leuk. Wanneer spreken we weer? Ja, want het was de laatste keer. We weten het niet precies, maar is het nou echt 15 jaar geleden? Want dan moeten we over 15 jaar weer doen. Ja, we spreken elkaar over 15 jaar weer. Tering, hè. Goed, als jullie er dan ook weer bij zijn, dan zou ik dat leuk vinden. Luisteraars van de podcast, dankjewel. Kijkers op CVD, dankjewel. En als je meer wil zien, abonneer je op ons YouTube-kanaal of op ons podcastkanaal. Namens Stacey, die eigenlijk op mijn plek zit nu. Want dat wilde ze nou helemaal. Ik vind het een leukere plek. Is het een prima plekje, hè? Zeg ik dankjewel en bedankt voor het kijken. Hoi.